Dit is echt voetbalhumor. Kijk, Theo Jansen zou tegelijkertijd bij mij aankomen lopen, maar dat doet hij dan weer niet. Kom! Oh, we gaan. Hoe lang heb je deze jongens al niet meer gezien van de C1? De meeste heel lang niet meer. En sommige jongens ben ik nog wel eens tegengekomen. Vind je het leuk om ze weer te zien? Ja, maar ik denk dat ze het leuk vinden om met je te zien. Wat is hier met Clubgenoten gaat vandaag terug naar 1994, naar dit team. De C1 van Vitesse 1892, dat is zeg maar de voorloper van het huidige Vitesse. Glenn hier werd later professioneel bodybuilder. En dit is Chef, de trainer van dit team. Hij richtte Pimp My Goal op, een project in een achterstandswijk in Arnhem. Maar om deze jongeman draait het vandaag. Het fanatisme straalde er toen al vanaf. Theo Jansen, je kan zien dat het shirt hem als gegoten zit, want hij speelde bijna zijn gehele carrière in het zwart-geel van Vitesse. Ja, het was gewoon een jongen van de straat, uit Broek. Altijd in voor een geintje, altijd dol, altijd leuk. Echt een ondeugende jongen, maar een leuke jongen, weet je wel. Maar een enorme eigen wil, ontzettend een eigen wil. Als hem iets niet zinde, of hij wou iets niet, wat hij moest van de trainer of van de leider. Dan zit hij bekijken, maar dan ga ik naar huis. I was iets anders. That's what I think. I was, as the Engels said, he was different. Toen kon je natuurlijk al zien van deze jongen die dus er bovenuit steekt. Wel een leiderfiguurtje in het elftal. Maar ja, ook ja, vaak commentaar met de scheidsrechter, het nooit mee eens. Dat zaak. Maar ja, goed, het was ja, een lekker straatschoffie. Met de vrije ballen, dat soort dingen, schoot hij zo, of alle afstanden schoot hij ze wel in. Ja. Dat maakte hem wel uitzonderlijk van andere spelers, vond ik. He had an aura about him, like, ik ben Theo Jansen. Ja, ik ben een speler. Zo was het. Dit, Theo, is de eerste club waar jij bent begonnen in de jeugd, Vitesse 1892. Er is niet veel meer van over, want die amateurclub is een aantal jaren geleden failliet gegaan. Vind je het jammer? Ja, absoluut. Ik bedoel, vooral ook omdat je hier bent begonnen. Hè? Ik bedoel, hier heb ik mijn eerste serieuze stap gezet als voetballer. En ik niet alleen trouwens. Er zijn heel veel jongens hier begonnen. En daar is nu niks meer van over. Dus ik vind het wel jammer dat de club niet meer bestaat. Dit is het team, Theo, waar wij jou straks weer mee gaan herenigen. De C1 van Vitesse 1892. Wat voor herinneringen heb je aan dat team? Ik heb wel heel veel herinneringen aan dat team. Ik bedoel, ten eerste dat we kampioen zijn geworden. In een pool, denk ik, of tenminste in een competitie waar ook profclubs bij zaten. En met een amateurclubje werden we daar kampioen van. En eigenlijk vrij simpel ook. En hoeveel jaar later zat deze Theo Jansen in het eerste van Vitesse? C1, ben je volgens mij, hoe oud ben je? 12? Ja, 12, 13? Ja, ben ik 4, 5 jaar later speelde ik in het eerste van Vitesse. Jong, hè? Ja, ik was ook heel goed. Kan niet anders. Theo Jansen wordt in 1981 geboren in Volkswijk Het Broek in Arnhem. Op zijn 14e mocht hij al bij de jeugd van Vitesse spelen. En 3 jaar later maakt hij zelfs zijn debuut in het eerste. Met uitzondering van 1 seizoen, waarin hij wordt verhuurd aan het Belgische Genk, speelt Theo 9 jaar lang in het geel-zwarte Vitesse shirt. Hij kijkt goed, hij kijkt lang. En legt die bal vervolgens precies tegen de binnenkant van de paal in de verre hoek voor 1-0. Een lekker doelpunt van Theo Jansen. Hij wordt zelfs gevraagd voor het Nederlands elftal, waarin hij inmiddels 5 interlands speelde. 4 jaar geleden wordt Jansen voor 1,5 miljoen euro overgenomen door FC Twente, waar hij het hoogtepunt van zijn carrière beleeft. Hij wordt met Twente landskampioen, wint de KNVB-beker en krijgt dat jaar zelfs de gouden schoen. Jansen gaat wat doen. Hij gaat een flesje opentrekken, denk ik. Ja. Het seizoen daarna wordt Jansen ingelijfd bij Ajax. Maar daar loopt het niet zo voorspoedig. Na oneenigheid met trainer Frank de Boer komt Theo dit seizoen weer terug in zijn oude nest. En tekent hij een 3-jarig contract bij zijn grote liefde, Vitesse. Mijn gevoel is altijd geweest dat ik terug naar Vitesse wou. En ik ben hier nu, dus ik ben tevreden.
Theo, voordat we met de reunie gaan beginnen, wil ik je eerst nog een paar filmpjes laten zien. Je zei net al, de meeste van de jongens heb je al lang niet meer gezien. Glenn van der Veen, zeg je dat nog iets? Ja. Ik kwam volgens mij uit... kwam die niet Schaarsberg of zo? Hoe herinner jij je als persoon? Een beetje rustig, verlegen zelfs wel. Hele rustige jongen. Viel niet op. Maar was wel, ja, we hadden sowieso een groep met Damien, denk ik, Dominique en Glenn. Die viel met elkaar betrokken. Dus kijken wat hij is gaan doen. Dit is Glenn van der Veen in de jaren 90. Een talentvol voetballer bij Vitesse 1982 en De Graafschap. Uiteindelijk werd het niet meer verlengd, mijn contract. Toen ben ik toch overgehaald om nog een jaartje te voetballen. Bij GVVV hier in Veenendaal. Maar dat was ook niet zo'n succes, omdat ik eigenlijk al met mijn hoofd ergens anders was. Dus toen ben ik gewoon helemaal gestopt en ben ik gewoon gaan focussen op andere sporten. En dat leidt tot een opmerkelijke carrière-switch. Ik deed altijd al krachttraining eigenlijk al. Van jongs af was ik al een beetje met krachttraining bezig opdrukken. En later ging ik ook echt naar de sportschool. En dat deed ik dan naast mijn voetballen. En later naast mijn vechtsporten ben ik dat gaan doen. En op een duur ben ik gestopt met vechtsporten. Toen ben ik alleen maar krachttraining gaan doen. En toen zeiden we, ja, je moet wedstrijden gaan doen. En toen dacht ik van, ja, ik ga het gewoon eens proberen. Ik wil gewoon een keer een wedstrijd draaien, kijken hoe dat gaat. In 2010 wordt Glenn van der Veen Nederlands kampioen bodybuilden. Vervolgens longt Amerika. In Amerika ben je gewoon echt een held, zeg maar, als je een sport doet. Als je daar op het vliegveld aankomt, dan word je echt welkom geheten. Want ik deed toen Arnold Classic mee. En de mensen zijn heel enthousiast als je daaraan meedoet. Dat is een heel groot evenement van allerlei sporten. Ja, mensen zijn gewoon heel enthousiast als ze weten dat je daaraan meedoet. Je wordt echt gewaardeerd, zeg maar. Maar het boetseren van een dergelijk lichaam houdt wel in dat een compleet leefpatroon wordt aangepast. En je bent echt 24 uur per dag mee met die sport bezig. Want je moet je voeding in orde hebben, je moet voldoende rusten. Je bent er constant mee bezig. Het is echt een beetje een lifestyle, zeg maar. En met voetbal of ander sport is dat toch een stuk minder. Nu richt Glenn van der Veen zich voornamelijk op zijn werk als fysiotherapeut. Kun je wat dieper zakken of niet? Ik zie met name sporters in de praktijk, ja. Dat is wel een beetje mijn specialisatie ook. Ik vind het ook leuk om met sporters te werken. Ik ben natuurlijk zelf sporter, dus ik kan me heel goed inleven in sporters. Dus dat is wel leuk. En ik ben geïnteresseerd in heel veel soorten sporten. Dus dat maakt het voor mij ook interessant om met die verschillende takken van sport te werken natuurlijk. Je hebt het nooit zo goed gedaan. Hè? Ja. Hey, synchroon, hè? Hey. Goed, hè? 5 keer rechts, explosief mogelijk, hè? Hup. Blijf staan, juist. En rustig terug. Zijn oud-ploeggenoot Theo Jansen krijgt nog wel eens kritiek op zijn manier van leven en lichaamsbouw. Onzin, aldus de man die fulltime met lijf en leden bezig is. Je moet gewoon waar je prettig bij voelt. Ik bedoel, hij voetbalt goed, dus hij zit lekker in zijn vel. Anders kun je niet zo voetballen. Ik bedoel, dat hoort gewoon bij hem. Klopt dat, wat hij zegt? Dat ik me goed moet voelen. En dat je goed in je vel zit? Ja, absoluut. Ik ben altijd zo geweest. Ik heb een periode gehad dat ik er wel echt alles voor deed. En dan was ik inderdaad een paar kilo lichter en was ik wat strakker. Maar waren mijn prestaties niet beter. Dus ik voel me goed zoals ik ben. En daar ben ik, dat is het belangrijkste voor mij. Irriteert je het wel eens dat de buitenwereld daar altijd zoveel over praat, over je gewicht en je lichaamsbouw? Nee, ik vind dat het de laatste jaren wel meevalt. En misschien hebben de mensen het nu ook wel geaccepteerd. Weet je wat welke mensen dat doen? Nou? Als er interesse is. Als interesse. Oh, ik vind die eens heel slecht trouwens. Hallo, kun je ook voetballen? Oh, kijk. No. Kijk, zie, ik ben niet technisch. Nee, ik bewust hoor. Borst. Zo. Nee. Ging dat vroeger op straat ook zo? Nee. Wat deden jullie dan? Niet zo.
speelden veel op pleintjes. Dus dat deden we eigenlijk de hele dag. En veel partijtjes ook, maar dat deden we met jassen. Het maakte niet uit hoe koud het was. Jas uit, voetballen. Dus we waren meestal tussen school had je een uur en een kwartier pauze. Dus dan ging je snel naar huis, broodje eten. Dan ging je weer naar school. Dan ging je weer een uur voetballen. En dan naar school meteen, tot het eten. Dan hoorde ik een fluitje van mijn vader. En dan wist ik dat ik naar huis moest. Ging ik fluitje eten. Van je vader? Ja. Gewoon op zijn vingers? Ja. En dat hoorde ik altijd. En dan wist ik, oké, ik moet eten. Dus ging ik naar huis. En dan na het eten weer tot 7, 8 uur. En dan ging ik naar huis. En dat was mijn dag. School, eten, slapen. Voetbal. En vooral voetbal. Ja. Maar ja, dat zie je nu toch niet meer? Is dat goed of slecht? Ja, slecht denk ik. Ik denk dat het goed is dat kinderen buiten zijn en dat ze veel voetballen. Of tenminste veel bewegen. En dat zie je helemaal niet meer. Ik bedoel, toen ik klein was, toen deed je stoppetje of weet ik veel wat en dat soort dingen. En nu zit iedereen achter een computer, maar het schijnt leuk te zijn. En hoe herinner jij je jeugd? Ja, heel positief. Ik zat in een buurt natuurlijk Ja, waar altijd wel leven zeg maar, was. Ik bedoel, s'morgens tot s'avonds laat en er was altijd wat te doen. En... In Broek ben je opgegroeid, Volkswijk hè, mag ja, ik wel klopt. Zeggen. Ja, absoluut. Maar heel veel jeugd en dus was heel veel voetballen en heel veel spelen vooral. En altijd jongens op straat, mensen op straat. Had je toen al veel talent? Wat is talent? Je moet een beetje mazzel hebben, denk ik. Dat is iets wat ik gewoon van nature heb en wat ik mee heb gekregen. En zo heeft ieder zijn talent natuurlijk. En mij is dat blijkbaar mijn linkerbeen. En het is jammer dat mijn rechterbeen dan zo matig is. Maar ja, die linker heeft je aardig ver gebracht, toch? Ja, nee, absoluut. Maar je hoort mij ook niet klaar. Nee. Dat doe ik heel weinig. Oh. Dat is goed, toch? Dat is een mooie eindshot, vind ik. Jongen. Steven Hamer was een van jouw jeugdvrienden destijds. Wat was dat voor een vriendschap? We gingen toen wel veel met elkaar om. Onze vader was ook de trainer. En ik weet nog dat we bijna altijd op de fiets gingen samen. En dat was een trip die altijd hetzelfde was, zeg maar. Een bepaalde route ook. En ik kwam ook heel veel bij hen thuis. Dus, veel kattenkwaad uitgehaald samen? Nou, dat valt wel mee volgens mij. Valt wel mee. De kattenkwaad haalde ik meer uit in de buurt waar ik zat dan met hem samen, volgens mij. Heb je hem al lang niet meer gezien? Steve heb ik denk een paar jaar geleden voor het laatst gezien. Heb ik wel even gesproken, maar dat was heel vluchtig. Dus daar heb ik al de tijd niet meer gesproken. Nee. Nou, wij hebben hem ook gesproken. Steven Hamer is sportinstructeur bij Sportcentrum Valkenhuizen. Hij ziet daar dagelijks de herinneringen aan zijn oude club verdwijnen. Ja, het doet wel eens een beetje pijn. Ja, het raakt iets in je. Ja, dan sta je bij je les aan het geven en dan zie je bulldozers en vrachtwagens. Wat gaan ze doen? Ze gaan het veld omploegen. En dat zijn mooie herinneringen die je daar hebt beleefd. Ja, we gingen altijd op de fiets en ik haalde Theo dan altijd op. En daarna gingen we met de fiets naar eerst naar Monnikenhuizen en later naar Valkenhuizen toe. En wat het mooie ervan was, Theo had altijd weer dingen waar je dacht van hoe kom je erbij? En dus een mooi voorbeeldje daarvan was dat wij, hij zegt, Steve, zegt hij. Hij zegt, er is een, ik heb een korte route, zegt hij. En daar brandt heel veel licht. Hij zei, dan hoef je de lampen niet aan te doen op de fiets. Ik zei, dat is mooi, Theo, dat is goed. Nou, ik achter Theo aan. En tot mijn verbazing komen wij dus bij de vrouw van Lichte Zeden, bij de rode lampen. En daar was inderdaad voldoende licht. Dus dat zijn dingen die je goed bijblijven. Dat waren die fietsritjes waar je het over had. Ja, dat zei ik al. We hadden een bepaalde route en die was eigenlijk altijd hetzelfde. En hoe wist jij dat die vrouwtjes er zaten op zo'n jonge leeftijd? Ik woonde daar 2 minuten vandaan. Dus dat is niet zo heel moeilijk dat je weet dat ze daar zitten. En als je dan 12, 13 bent, dan is dat wel heel interessant natuurlijk. Dus dan, dan liep je daar wel eens heen. Dus. Kan je zo'n vriendschap missen, dat je met hem had? We hebben toen wel veel meegemaakt. Wat ik zei, we kwamen veel, we gingen sowieso op de fiets overal naartoe. En ik kwam ook bij hun thuis. Maar ik ben sowieso iemand die heel slecht is in vriendschappen. En dat is nog steeds. Ik ben iemand die heel vaak zegt, ik bel je wel even terug. En dat gebeurt dan niet? Nee.
Nee. Niet geheel. Al die jaren bij Vitesse heb jij 4 jaar geleden de stap naar FC Twente gemaakt. Hoe belangrijk was het, of hoe noodzakelijk was het voor de voetballer Theo Jansen om die stap in je carrière te zetten? Ja, ik denk wel belangrijk. Ik bedoel, 4 jaar geleden was Vitesse natuurlijk een club die meer problemen had dan dat het goed ging, zeg maar. Ik speelde na competitie tegen degradatie en toen kon ik naar Twente toe. Fred de Rutte heeft me toen gehaald, dus daar was ik heel blij mee. Voor mij was het heel belangrijk dat ik weer nieuwe mensen om me heen had. En dat ik mezelf weer moest ontdekken in een groep en zo. En als hier zeg maar spelers kwamen, dan moesten die zich aanpassen. En nu was ik degene die me moest aanpassen. En dat is wel goed voor mij geweest. Dus hoe belangrijk is dat ook geweest voor de mens, Theo Jansen, die stap? Voor de mens waarschijnlijk nog belangrijker. Ja? Ja, ik denk hoe dan? Wel. Dat ik een rustige persoon ben geworden sinds dat ik daarheen ben gegaan. De thuissituatie was natuurlijk werd steeds belangrijker, omdat je ook veel van huis weg bent en dan super blij bent als je weer thuis lekker op de bank zit met je dochter en met je vrouw. Is dat belangrijk voor jou? Dat je lekker in je vel zit bij een club, dat je een goed gevoel hebt bij een club, maar om ook een goede voetballer te zijn? Ja, het gevoel is voor mij het belangrijkste. Als ik me ergens niet happy voel, dan is dat te zien aan mijn houding en aan alles eigenlijk. Ook aan de kwaliteit van het spel? Ja. Als je dan terugkijkt op die 4 jaar, die dus heel belangrijk zijn geweest voor jou als voetballer en als mens. Wat is dan echt het meest belangrijke moment geweest? Ik denk dat het belangrijkste moment voor mij geweest is, toen ik bij Twente kwam, zeg maar. In mijn eerste jaar, dat ik mezelf heel erg moest bewijzen. Dat ik ook regelmatig op de bank terecht kwam. Dat TOT bijvoorbeeld speelde dan. Dat is voor mij heel erg belangrijk geweest en daarin ben ik echt heel erg gegroeid, denk ik. En het jaar daarna dat we kampioen werden, heb ik gewoon iedere wedstrijd gespeeld en was ik ook belangrijk. En zo is nu Theo Jansen het middelpunt van de festiviteiten. Vrouwen die nu echt willen zien dat het moesje uitgaat. En dan word je uiteindelijk kampioen met Twente en win je ook nog eens een keer de gouden schoen als beste voetballer van Nederland. Ja. Is dat dan echt het hoogtepunt voor jou geweest? Tuurlijk is dat mooi. Ik bedoel, ik ben er echt wel trots op. Maar het is niet zo dat ik dat het belangrijkste voor me is. Helemaal niet. Waarom is Theo Jansen na die goede periode niet naar het buitenland gegaan, naar een topclub? Ik denk dat het ook is gekomen dat ik gewoon een stempel op me heb. Ik bedoel, iedereen die mijn naam googelt of die aan mij denkt niet altijd over de fantastische persoon of over de goede voetballer. Dan is het altijd van, ja, hij is te zwaar, hij gaat naar de stad. Dat soort dingen komen altijd bij iedereen naar boven. Dat is een stempel die ik nou eenmaal heb gekregen en daar kom je niet meer vanaf. Nee, kom je er echt niet meer vanaf? Nee, maar ik bedoel, ik heb met mijn zakenwaarnemer er wel eens over gehad. Ik bedoel, er zijn clubs geweest die interesse hebben gehad. Ook leuke clubs. Maar dan is het altijd wel weer de vraag van, is hij serieus? Is hij wel echt met zijn vak bezig? En dat heeft het wel eens tegengehouden. Dat zegt dus ook iets over de voetballerij, dat het niet alleen om de voetbalkwaliteiten gaat van de speler. Nee, maar dat gaat het ook niet. Ik denk dat je ook veel massa moet hebben om iets te bereiken. En die massa heb jij niet gehad? Jawel, want ik heb dingen bereikt die heel veel spelers hopen te halen. Ik ben kampioen geworden, ik heb de beker gewonnen, Johan Cruijffslag gewonnen. Ik heb, wat je zegt, de gouden schoen gewonnen. Dus in Nederland heb ik alles gewonnen wat te winnen viel. En daar ben ik trots op. Maar vind je het teleurstellend dat je het beeld
van jou niet hebt kunnen veranderen, waardoor je dus wel naar een Europese topclub had kunnen gaan? Nee, valt wel mee, want ik ben ook niet mee bezig geweest om dat te veranderen. Ik vond het allemaal wel prima en de mensen om mij heen weten wel beter. Ik wil je nog één filmpje laten zien. En dat is de vader van Steven. Oh, chef. Chef, jouw oude trainer. Ja. Wat voor een trainer was hij? Ja, chef. Chef is een goede man ten eerste. Gewoon echt een goede vent. Ik heb echt veel van hem geleerd. Maar chef is ook wel een beetje apart. In welke zin? Ja. Hoe moet je dat zeggen? Chef is iemand die heel druk is, altijd. Ook als trainer was hij dat. En dan kon hij heel vriendelijk zijn. En dan in één keer was hij, heel pissig of zo. En dat was altijd tegen mij. En ik was altijd. Hoe zat dat, Theo? Ja, ik was altijd een beetje het lastige jongetje van de klas, zeg maar. Van het team dus nu. Maar ik en chef hebben. Ja, haat-liefdeverhouding. Wel een persoon die heel erg is bijgebleven dus. Absoluut, ja. Absoluut. Hij heeft een mooi project opgezet. Laten we even naar kijken. Even stilte, heel goed. Allemaal aan deze tafels komen zitten, dames en heren. Oké, Najim gaat nu de groep indelen. Ja, Ramzi mag hem leiden. Mohamed mag hem leiden. Dinta mag hem leiden. Oké, degene die huiswerk moeten maken, dat zijn jullie dus. Chef Hamer was 30 jaar lang jeugdtrainer, onder meer bij Vitesse 1892. Maar een paar jaar terug bedacht hij Pimp My Goal, een soort naschoolse opvang voor de jeugd van de Arnhemse wijk Malburgen. Ik lok kinderen met voetbal, maar ze moeten huiswerk meenemen. Ik ben naar de scholen gegaan en ik heb gezegd, ik ga dat en dat doen, er is geld voor. Ik wil wel hebben dat jullie meehelpen en dat er huiswerk meegegeven wordt. Ik heb een leraar ingehuurd. Ik heb Najim, die doet dan het voetbalgedeelte. De leraar doet het leergedeelte. En ik ben eigenlijk het puzzelstukje wat er tussendoor loopt om als er wat gebeurt. Of als de meester ziek is of als Najim ziek is, dan val ik gewoon erin. Alweer een keer. Ja, maar hij piept niet. Kom op. Hij piept niet. Oh, chef Hamer is een kind van Malburgen en als geen ander kent hij alle problemen van de wijk. Meer dan de helft is allochtoon. Dus, en 37% van de bevolking van Malburgen, dus 18.000 bewoners, 37% van, is laag geletterd. Nou, ik zeg altijd, wat zeggen jullie, geven jullie daar een mooi woord aan, dat is gewoon alfabeet. Ik zeg, dus ze kunnen niet goed rekenen, de ouders, niet goed schrijven en niet goed lezen. Dat zijn die dingen die je uit je hoofd moet leren, oké. En dan haal je dus gewoon hieruit. Ons ervaringsdeskundige ziet Hamer parallellen tussen de jeugd van Malburgen en zijn oude pupil Theo Jansen. Theo is een jongetje van de straat. Hij is een straatboefie. Ik ben ook grootgebracht op straat. Hier lopen ook een aantal kinderen bij die. Dat is heel moeilijk om dat natuurlijk te zeggen. Maar ja, het merendeel wordt groot op straat. Wordt grootgebracht op straat. Nou, als je op straat loopt, dan leer je natuurlijk een hele hoop verkeerde dingen. Kijk, ik ben van weggeboren in Malburg. Toen ik klein was, liepen ze ook al te blowen. Toen ik 19 jaar was hier in Malburg. En solutie om te snuiven. Dus er is niks vreemds aan. Alleen probeer ze daar zo lang mogelijk van af te houden. Dat is het doel, ja. Oké, even luisteren. Najim. Ja, vrijwilliger van Café. Twee mensen. Niemand. Jullie twee. Dankjewel. Wat vind je ervan om chef zo te zien? Ja, ik had altijd wel verwacht dat hij zoiets zou doen. Hij was altijd wel bezig met dingen. Ook altijd wel met sport erbij. Want hij is gewoon een sportman. Dus ik had wel zoiets verwacht. Alleen deze combinatie is denk ik wel uniek. Dus dat is wel goed dat hij dat doet. Ja, mooi toch? Ja, absoluut. Maar wat ik al zei, ik had het ook wel een beetje bij hem verzocht. Na een uitstap van 4 jaar ben je weer thuisgekomen, hier bij Vitesse. Hoe is dat?
Ja, super lekker. Kleine dingen zijn allemaal wat makkelijker ook. Ik bedoel, thuis. Ik kan mijn dochter iedere dag naar school brengen en dat is voor mij wel heel belangrijk. Kan je omschrijven wat dat gevoel is? Wat maakt dit voor jou thuis? Ja, wat maakt het voor mij thuis? Ik bedoel, ik heb hier als speler al 10 jaar gespeeld. Supporter geweest vroeger. Dus op Monnikenhuizen was ik altijd al. Ik ben met de opening van het stadion speelde ik hier. Ik heb alle goede dingen meegemaakt, alle slechte dingen hier. Dus ja, ik was blij dat ik weer dat ik hier weer bij mocht horen. Je hebt 4 jaar natuurlijk ritjes van thuis naar een andere club gemaakt, hè? Ja. Twente en Ajax. Hoe voelde het toen je de eerste dag weer hier naartoe reed? Ik stapte de auto in en een paar minuten later kon ik weer uitstappen, want toen was ik er al. Het was echt gewoon weer, ik rijd naar Vitesse toe. Het is niet even weer die kriebels van ook, ik ga weer naar mijn club. Ja, ik had die kriebels denk ik de eerste wedstrijd dat ik speelde. Ik bedoel, we speelden gelijk ook natuurlijk thuis tegen Feyenoord. Belangrijke wedstrijd. Mensen verwachten ook wat. Dus dat was wel voor mij denk ik, een van de eerste wedstrijden dat ik echt wel wat druk voelde. Dat ik echt zoiets had van, nu moet ik wel wat laten zien. Ja? Ja. Je voelde die verwachtingen van, onze zoon is eigenlijk weer terug. Ja, absoluut. Dat voelde ik wel. En dat was voor mij ook wel een wedstrijd dat ik dacht van, nu moet ik ook echt laten zien dat ik in die afgelopen 4 jaar heel veel geleerd heb. En gelukkig ging dat goed. Sluit jij hier je carrière af? Jazeker. Ja, er is geen twijfel over mogelijk. Door wat er ook gebeurt, ik heb altijd gezegd dat ik wil stoppen over 2 jaar. Dus, en dat ga ik ook doen. En dan? Ik mag bij de club blijven. Dus we gaan even kijken daarna wat ik ga doen. Ik waarschijnlijk iets in de jeugd. This is the moment. Klaar voor? Wordt tijd. Jongens, hier is jullie teammaatje Theo. Ik moet wel zeggen dat ik... Alles goed? Ouwe, hoe is het? Ja. Oh, goed zo, jij joh. Hé man. Ja, goed man. Filmpje gezien, man. Spreek man, weet je? Zo, netjes. Ja. Hey, alles goed? Nee. Ik ken de meeste allemaal nog. Bijna allemaal. Onze keeper. Aan het bier zie ik. En jou ken ik gewoon niet meer. Nee, de naam niet. Ja, dat zei ik er niet vroeger. Nee, maar dat zeiden we vroeger niet. We hebben nog een hele leuke verrassing, denk ik, voor jullie. Ja, want ontbreken er een paar, maar eentje heeft heel erg zijn best gedaan om hierbij te zijn. Is vanuit Engeland hier naartoe komen vliegen. En dat is Stephen McPhee. Ja, dat is heel erg. Lekker bedankt. Kijk dan, joh. Ja, na. Jansen. Goed, joh. Met jou? Leuk. Wat vind je dat hij er is? Ja, leuk. Ja? Hij heeft echt zijn moeite gedaan om hier te komen. We hebben hem de hele middag verstopt. Dat was een verrassing voor jou en voor jullie. Nee, super, super. Echt serieus. Ik vind het leuk dat hij er is. En, het is een beetje veranderd alleen. Hij ziet er nog lekker uit, hè? Ik ben een beetje opgedrukt. Theo is nog steeds Theo. Dat is... Ik heb het natuurlijk al vaker gezien tussendoor, maar niet meer gesproken. Ik ben niet iemand die langs de kant gaat staan van... Hey, Theo, ken je me nog of zo? Zo zit ik niet in elkaar. Maar ja, het leuk dat hij me ook direct weer herkent en dan ook weer de oude verhalen boven tafel haalt. Ja, gezellig. Gewoon elkaar niet alleen om Theo, maar ook de hele groep die je gewoon 17, 18 jaar niet gezien hebt. Sommigen zie je wel een keer voorbij lopen of die groet je een keer. Maar om weer bij elkaar te zijn is gewoon weer speciaal. Heel leuk of Steve McQueen, dat is echt nog helemaal daar. Iemand uit Engeland kwam hierheen. Dat vond ik prachtig. Dankjewel. We hebben net gezegd, hopelijk in een jaar of half jaar, 2 jaar, komen ze naar Manchester of ik kom hier weer terug, gaan we iets wat gaan eten. Dus nee, dankjewel. Ik ben zelf al 14 jaar weg uit Arnhem. Nou, je hebt eigenlijk met niemand meer contact gehad in die tijd. En het is heel leuk om iedereen weer te zien. En ook dat iedereen elkaar nog goed kent.
dat is leuk om mee te maken. Hoe leuk is het om deze foto van toen even over te maken? Nu? En dan met deze beker erbij. Ja? Gaan jullie met me mee? Nee, maar dan gaan we ook. Even één ding. We kunnen niet op dezelfde manier staan. Ik kan niet meer zo ver bukken. Oké, clubgenoten, zijn we er klaar voor? 1, 2, 3... Sorry dat ik jullie nog één keer onderbreek, maar ik dacht, Vitesse 1892 bestaat niet meer. Dus we hebben speciaal even nog een shirt laten maken. En als jullie daar allemaal een handtekening op zetten, het is het maatje van Theo, dat zie je wel hè. Dan krijgt Theo me mee naar huis als aandenken aan deze avond. Het gaat hier nog wel even door en de handtekeningen gaan gezet worden op dit unieke shirt die hij mee naar huis mag nemen. Volgende week duik ik het zwembad in met tweevoudig Olympische medaillewinnares Wilma van Velsen. Dan moet ik dus in een badpak. Kijk nu al naar uit. Heel graag. Tot volgende week.